al vragen horen beantwoorden. Maar nu de officiële introductie van Kirida Likwishu, gehuwd Neslo. Kirida is geboren op 17 juli 1991 en is de dochter van Gloria en Winston Likwishu. In 2014 heeft zij haar bachelortitel behaald en vervolgens in 2021 haar mastertitel in psychologie. Zij is moeder van twee kinderen, Jeremiah en Hadassah. In het dagelijks leven werkt zij als kinder- en jeugdpsycholoog bij Sunrise Child and Youth Psychologie in het Engels Clinic. Dat. Verder geeft zij verschillende trainingen bij Klevia Academie en andere organisaties. In de eerste plaats is zij een kind van God en weerspiegelt dat ook dagelijks in haar leven via haar werk. In de opvoeding van haar kinderen en het sociaal leven. Punt. Naast haar passie voor kinderen en voor het werk als psycholoog houdt zij ook van muziek, dansen en lekker eten. Dames en heren, Kirida Likwishu. Yes, hartelijk dank. Ik luisterde laatst naar Joel Austin en hij begint altijd met een leuke grap. Dus hij zei van, er was een meneer op de weg en opeens zag hij dat de politie achter hem reed. Dus hij begon harder te rijden. En opeens die politieagent gestopt van, hallo meneer, waarom rijdt u harder? Hij zei van, ja, een paar jaar terug is mijn vrouw met een politieagent ervan doorgegaan. Dus ik dacht, ik breng het terug. Zou ik ook, dat is mijn ex-man was. Maar goed, voordat we van start gaan is het altijd goed om de dag en ook dit gedeelte aan de Heer over te dragen. Dus ik wil u vragen met mij de handen te vouwen. Trouwe God en Vader, wat zijn we dankbaar voor deze mooie dag. Dankbaar dat we bij elkaar mogen zijn, gezond en wel. Dat we lekker mochten eten. Vader God, dat u ons heeft beschermd onderweg naar hier. Wil u ook vragen om met onze familie te zijn die thuis is. En ons ook de gelegenheid heeft gegeven hier te zijn. En ook het SBG, dat ze ook de gelegenheid hebben gegeven aan deze training deel te nemen. Heer, het is niet makkelijk wat in ons land gebeurt, onder onze jongeren vooral. Maar we zijn hier, Heer. Wilt u ons alsjeblieft gebruiken, Vader God? We zijn niet volmaakt, we zijn mens. Daarom zijn we hier om te leren met en van elkaar. En we vragen dat u ons met uw Heilige Geest verder leidt. In Jezus' naam. Amen. Oké, ja. Dus vandaag gaan we praten over een beetje meer het praktisch gedeelte. Voor het verlenen van hulp aan kinderen en tieners. Zoals ik eerder zei, dus het is een trainingsproject samen met het Surinaams Bijbelgenootschap en Sunrise. Dat is een polykliniek dat ik heb mogen helpen oprichten. Voordat we dus van start, want we hebben niet zoveel tijd. Wanneer we dus met een kind willen praten, met een tiener of wie dan ook, is het vooral belangrijk om als eerst met God te praten. Het kan zijn op dat moment, je bent in de klas en je merkt iets op. Een jongere maakt een bepaalde opmerking. En je wil gelijk de jongere gaan aanspreken daarop of even gaan praten. Is het altijd goed om even toch een schietgebed te doen. Het hoeft geen geweldige onze vader te zijn, maar gewoon van Heer, geef me kracht. Ook als de jongere lastig doet, vader, geef me geen moordneigingen. Weet je, het is altijd goed. De ouders, ouders kennen dat gebedje. Ik ken het vaak. Om altijd eerst naar God te gaan. Want er staat in Spreuken 16 vers 3. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Er staat niet en misschien zullen ze slagen. Ze zullen slagen. Dus als het werk dat je doet van de Heer is. En je zegt, Heer, ik doe het niet uit eigen kracht. Vader, neem over. Dan is het verzekerd. De belofte staat daar. Het gaat slagen. Verder 1 Samuel 6 vers 1 tot 7. Mijn favoriete tekst. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Amen, je kent het goed. En vaak zien we ook dingen van buiten, misschien ook onszelf als we in de spiegel kijken. Van wie ben ik? Wat kan ik nog doen? Wat stel ik voor? Weet je, ik heb een studie gedaan, maar ik snap er geen bal van. Of ja, ik weet echt niet wat ik doe. En vaak heb je iets leuks geleerd, mensen van ik weet het niet, wanneer je eenmaal in het veld gaat. Toen maar pa ja moeilijk. Ja toch? Want dan gaat die werkervaring starten en dan ga je echt gaan denken van, kan ik het wel? Maar dat is de reden waarom God je daar heeft geplaatst.
Mijn moeder zei, ik wilde ook al lang mijn studie zo vaak opgeven. Toen zei ze van, weet je, dat papiertje is toch wel belangrijk, want men heeft dan een bepaald gedachte toch, van deze wil met kennis. dus daarom dacht ik, oké, dan ga ik het halen. Maar ik heb ook heel veel kennis werkelijk opgestoken. Ik heb heel veel mensen leren kennen, mijn docenten ook. En daarmee verbreid je ook ja, je kenniskring, dus de mensen die je kent, je samenwerking. En dat is ook ten goede van je werk later. Maar belangrijk is dat je niet kijkt van hey, hoe zie ik mezelf, maar hoe ziet God mezelf? Want wie ben ik om met die te praten? Maar God zegt, wie ben jij niet om met die persoon te praten? Waarom ik wel? Dat is die vraag, die gedachte switch, zoals mijn collega zei, bij de cognitieve psychologie, die je moet maken voordat je van start gaat. Wanneer we een kind tegenkomen, is het belangrijk om te weten dat een kind niet zomaar een kind is, maar een kind deel is van een systeem. Je hebt het micro, meso, exo en macro systeem. Waarmee wij vaak te maken hebben, is het microsysteem. Dat is dus waar het kind het meest aanwezig is. Zoals thuis, op school, op de naschoolse opvang, de kerk, etc. De andere systemen kan je bijvoorbeeld denken aan de politiek, de cultuur waarin het kind wordt opgegroeid, etc. Dus voordat je, als je een kind ontmoet, maak even kennis met zijn achtergrond. Als je ziet van, niet dat je gaat discrimineren, maar het is bijvoorbeeld een kind van Hindoestaanse komaf. Heb ook wat kennis daarover, van wat houdt dat in, hoe kan ik met zo iemand praten, hoe moet ik me kleden. Weet je, bepaalde culturen kan je bepaalde zaken gewoon niet maken, anders is het respect weg. Wat je ook zegt al bij de president, respect no demore, dat oor is gesloten, je hebt je doel niet bereikt. Dus kijk altijd eerst met wie je te maken hebt, kijk ook naar de opvoeding, kijk naar de kerk. Het kan zijn dat bepaalde jongeren komen met vragen die tegenstrijdig zijn met de ideologie binnen de kerk. Denk bijvoorbeeld ook aan jongeren die zeggen van ja, ik ben een jongen, maar ik voel me een meisje. En je bent in dezelfde kerk, je kent de pastor, maar als jij als hulpverlener of als oudste bent aangesteld en je gaat met die jongeren praten, dan kan de pastor ook zeggen, luister nou broer, we hebben afspraken in deze kerk. En als je met deze jongeren gaat praten, dan moet je wel erover nadenken dat je andere gemeenten gaat bezoeken. Dus ga je kiezen voor de jongeren of ga je kiezen voor je positie in de kerk? Dat zijn real life gebeurtenissen. Ik denk dat enkele van jullie het wel zullen hebben meegemaakt. En dat je echt gaat moeten nadenken, waar ga ik voor? En hou in je achterhoofd, ik ga mijn gedrag moeten verantwoorden voor God. Just saying. Heel goed. Okay. Verder, wanneer je met de jongeren gaat praten, is het handig om een leidraad bij te hebben. Ik voel het bijna nooit helemaal in hoor, maar het is gewoon goed om te weten wat je gaat vragen. Want soms begin je en dan denk je, waarover zou ik weer praten? Je hebt van die praatplaatjes, je hebt werkbladen. Voor tieners is het meer schrijven en voor iets jongeren kan je beter tekenen. Vooral jongeren die minder verbaal zijn of jongeren die dus Salamakaans, Okaans of echt uit de districten komen. Sarnami, etc. Dat je echt met tekeningen kan werken. Boom, huis, mens tekeningen. Belangrijk daarbij is, als je ziet dat de jongere heel veel detail besteedt aan een tekening. Ik had bijvoorbeeld een jongen die uit het binnenland kwam en hij maakte een tekening van een boot. Dus dat huis was heel simpel, maar die boot was echt gedetailleerd. Je zag echt wat het was. Voor hem was dat belangrijk. Hij maakte geen tekening van het ziekenhuis waar hij al 3 maanden bleef. Geen tekening van zijn ouders, maar van de omgeving. Hij miste zijn huis. En hij had heel veel gedragsproblemen. Ik heb laatst nog met de kinderarts gesproken bij wie hij loopt. En die zei van, hij is gewoon hetzelfde, maar hij is dus volwassen geworden. Maar hij woont in het ziekenhuis. Maar het was een hele eye-opener voor mij. Dat je altijd eerst gaat kijken, wat is voor de jongeren belangrijk? Want vaak denk je, kijk, ik heb een boekje gehad, een leendraad. Ik ga beginnen met wie is je vader, wie is je moeder. Maar misschien die jongen weet niet wat een vader is. Toch? Hij kent zijn hengel, hij kent zijn boot, dat was zijn leven. Dus voordat je met iemand gaat praten, maak eerst die connectie. Wat vindt men leuk, wat vindt men prettig? Wat je ook kan doen, voordat je gaat beginnen met echt het gesprek, het intakegesprek, is dus een kennismakingsgesprek, waarbij je een helikopterview krijgt van de persoon, zijn omgeving. Je gaat niet te diep graven, je gaat gewoon een overal beeld krijgen. Ik zeg mijn jongeren ook, als we over iets praten en het is te moeilijk, zeg gewoon teum, dan houden we het vast. We zullen het even uit. We gaan het parkeren en later gaan we erover praten wanneer jij er ready voor bent.
Zeg niet van luister, no? Je moeder heeft me betaald dat we gaan praten over school. Maakt niet uit hoe je voelt, je gaat niet aan mijn geld komen. Maar, ik zeg ze altijd, kijk, mama heeft voor jou betaald, het gaat om jou. Ik zeg de moeder ook, mag uw zoon of uw dochter alles zeggen? Ze zeggen ja. En ik zeg dan aan uw zoon of dochter, als je moeder je slaat thuis of boos op je is, hier is mijn nummer, bel me. Weet je, want je kan niet zeggen aan je kind, je mag alles zeggen, wees jezelf. En als je in de auto zit, is het van, ja, wat bezielt je? Je weet dat mama in de priesteam zit en dan ga je zulke dingen zeggen. Weet je, het is een true story. En volgende keer praat dat kind niet en jij denkt als hulpverlener meegun, stonk ik de vorige keer, wat heb ik gedaan? Alles gaat in je hoofd, want je denkt, dit is niet dezelfde, weet je, Johnny die vorige keer bij me zat of Anna, dus dat kind is helemaal veranderd. Begin het liefst met een spelletje. Bij zo'n spelletje leer je het karakter van het kind kennen. Bijvoorbeeld, mens erger je niet. Dan zie je, kan zo'n kind tegen zijn verlies of niet? Of geef zo'n kind juist iets de beurt van, ik kan je slaan, maar ik ga je niet slaan. Is zo'n kind assertief of is hij juist terughoudend? Heeft hij een hoog of laag zelfsysteem? Dat kan je echt halen uit zulke spelletjes. Het is een manier om vragen te stellen, niet te veel, anders gaat het op een interview lijken. Het is nog steeds een spel. Bijvoorbeeld van, hey, ik zie dat je heel goed Joel kan spelen. Wie heeft je geleerd? Met wie speel je meestal? Waar speel je? Dus hele luchtige vragen, maar je houdt het altijd leuk. Verder leer het een vertrouwensrelatie opbouwen. Je bent dan niet met een psycholoog bezig, of met een juffrouw, of met buurvrouw. Maar je bent bezig met een vriendje te spelen. En je leert de persoon kennen wederzijds. En je leert een band opbouwen. Want als je aan het werk bent, toch? Je hebt twee collega's. Eentje die je altijd een pen leent, je gaat samen eten. En die andere is kijk altijd nors, weet je, is altijd boos. Als één van ze in nood is, wie ga je eerder helpen? Die vriend, toch? Dus het is een relatie dat je gaat opbouwen. Verwacht niet dat bij het eerste gesprek die jong wat meisje gaat zeggen, ik ben misbruikt. Al weet je, doe alsof je neus bloedt. Weet je, praat gewoon met de jongeren. Ga niet gelijk zeggen, luister nou met de deur. Soms is het nodig met de deur in huis te vallen. Als het gaat om een spoedsituatie dat de cliënt woont bij de dader in huis. Dan moet je gelijk plaatsing hebben. Maar probeer dan toch een techniek toe te passen. Want de persoon is al verwond, gebroken. Het vertrouwen is geschaad in volwassenen. En dan ga jij mij nu zeggen dat het goed komt met mij. Toch? Je kan dat ook niet zeggen, want je hebt geen opvang voor mij. Het is ook geen geschikte opvang. Dus pas op ook met beloftes, want je gaat het kind soms dieper in de put. Ik ga u natuurlijk handvaten geven. Ik ga u niet zeggen hierna van, weet je, ga met kinderen praten, succes. Ik gooi je in het diepe. Maar u krijgt dat allemaal mee. Dit zijn slechts richtlijnen. Verder krijg je ook een indicatie van het ontwikkelingsniveau van het kind. Als je bezig bent met het spelletje, dammen, schaken, jongens, meisjes, kan het kind al schrijven, kan het kind al goed Nederlands spreken, kan het kind al goed redeneren, verbanden leggen. Als je ziet van, hey, zo'n kind is bijvoorbeeld 10 jaar, maar kan zijn naam nog niet schrijven, ga dan even met de ouders of de juffrouw in gesprek om te kijken, is de school waarop het kind gaat wel geschikt voor zo'n kind op dit moment? Wordt het kind overvraagd, betekent dat de leerstof te moeilijk is, moet het misschien op een andere school. Want als ik op school zit, maar ik snap geen bal, dan ga ik natuurlijk andere dingen doen. En dan hoor je, ja, dat kind heeft gedragsproblemen. Terwijl het is, ik kan het niveau niet aan, help me. Als het kind wordt ondervraagd, een kindje van 2 jaar dat al heel goed kan praten en kan tellen, maar gewoon bij de box zit. Dan wordt zo'n kind ondervraagd, dan gaan ze andere kinderen pesten of vervelen, want ik verveel me, geef me iets om te doen. Ik heb de potentie, ontwikkel dat in mij. Zie mij, hoor mij. Dus dat is belangrijk dat je dan zo'n ouder gaat zeggen van, hey, ik zie dat je kind veel meer aan kan. Vind je het goed als we samen in overleg met de directie zo'n kind in een andere klas zetten of laten testen, et cetera. Dus wees ook assertief daarin. Wij zijn vaak de stem van het kind. Een kind kan zich vaak moeilijk verwoorden, maar in het gedrag kan je dan lezen wat de behoeften zijn en daarop gepast inspelen. Ja, dus je hebt bij de PI, bij de overheid, dan heb je waar je, dus ze werken alleen met psychologische rapporten. Dus je moet wel een rapport hebben, je moet diagnostiek hebben, je moet geld hebben.
dat is het. Dus als je met een rapport kan overleggen, kijk mijn kind. Kijk, insuline, helaas, diagnostiek wordt niet betaald door het SRF. Alleen 5 consulten per jaar. 100 SAD per consult. Hoe moet ik eten? Weet je, dat is een ander probleem. Anyways, dus het is, diagnostiek is belangrijk, want met cijfers kan je dingen vaststellen. En dan kan de directrice zeggen, werkelijk, hij of zij kan dit aan. We nemen een proefperiode van 3 maanden aan. En als het kind het aan kan, dan kan het kind verder stromen. Dus dat is tot nu toe de gang van zaken. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord? Oké. We gaan naar het volgende. Stap 2. Wat geeft het kind of de verzorger aan als probleem? De hulpvrager kan iedereen zijn. De ouder, paaster, het kind zelf, een collega, etc. Maar vaak is het belangrijk om ook door te vragen. Want vaak wordt A aangegeven, dat kind is druk. Maar wat je uiteindelijk ziet, dat gedrag komt van ergens. Het komt niet uit de lucht vallen van mevrouw, hier is dat kind, succes ermee. Want vaak wordt dat gezegd aan ouders van mijn kind is het probleem. Ik breng mijn kind naar de psycholoog, die doet iets met die hersenen. Eén gesprek, 3 kwartier, moet je kind daarna van een bengel naar een engel gaan. En dus het neemt meer tijd, want ik heb geen glazen bol. Ik kan geen bloedonderzoek doen en zeggen, werkelijk heeft ADHD. Weet je, ik zou wensen. Maar het werkt niet zo. Het neemt tijd, het neemt vertrouwen. En de ouder gaat ook open daarvoor moeten staan. Want vaak, als ik het kind test, test ik de ouder ook. Want de ouder moet het kind kunnen opvangen thuis. Als u als ouder mentaal instabiel bent, dan ga ik iemand zoeken in de mantelzorg die u tijdelijk kan helpen. Of ik neem de plaats in als grote zus om u te helpen. En naarmate de hulpverlening beter verloopt, u en het kind beide stabieler worden, dan gaan de sessies minder worden en ik zeg altijd, mijn deur staat open. Maar help, wees ook altijd alert op bij de ouder, want vaak omdat de ouder instabiel is, neemt het kind, ziet het gedrag, observeert het en neemt het over. Is vaak ook secundaire trauma. Ja? Als de ouder bijvoorbeeld misbruikt is geweest, het meisje wil dat niemand, geen enkele man, als een man naar je kijkt, word je zwanger. Ik heb het gehoord. Weet je, dat loopt zo. En niemand mag me aanraken. En jij denkt, mijn god, het kind is misbruikt. Maar het is het misbruik van die moeder, die trauma. Precies. Dus ga vooral verder kijken. Ik heb ook een moeder gehad die zegt, dat kind hangt te veel aan me. Ik mag nergens gaan. Dus het is een kwestie van co-ouderschap. En ze zegt van, ja, maar dat kind is bang. Ik zeg, vanaf wanneer? Vorig jaar is er wat gebeurd. Ja, buurman had me in huis aangerand. Ik zeg, oké. En ik keek naar die ex-man en hij keek ook naar mij. En hij zei me al, ja, die vrouw zegt niets. Ik zeg, u mag alles vertellen. Probeer open te zijn. Ze begon te huilen. Ik zeg, mag jij erbij zitten? Ja, je gaat me verwijten maken. Ik zeg, hier doen we geen verwijten. U moet me dat beloven, anders ga ik u buiten de deur zetten. Ik ben echt strak. Dus je moet soms echt even doorvragen. En dat kind had niets ermee te maken. Dus die mocht buiten gaan spelen. En die ouders waren toen in therapie. Daarom doe ik systeemtherapie, want een kind is deel van een systeem. Een kind staat niet op zichzelf. Het is nature, nurture. Ik word geboren met een bepaald temperament. En dat wordt door mijn omgeving versterkt of ik word gebonden. Denk bijvoorbeeld aan meisjes die assertief zijn. Nee, je bent een meisje. Je moet rustig zijn, onderdanig. Dan word je hier gebonden, letterlijk. En je hele leven lang voel je gevangen en dan heb je van die feministen... Ja, ik ben vrouw, weet je. Ik heb geen man nodig. Ik zeg je net dat het moet zijn. Maar hou wel rekening, elk kind is anders. Die houdt van Bami, die houdt van Nasi. Dan hebben we vandaag Bami en Nasi voor u. Dus we houden ook rekening met het kind in u. En dat je daar ook rekening mee houdt. Want die wortel, elk mens heeft de behoefte. Je hebt 5 basispsychologiebehoeftes. Acceptatie, aandacht, goedkeuring, lichamelijke contactveiligheid. En het is bij elk mens hetzelfde en bij de één min of minder. Je hebt ook talen van de liefde, er zijn boeken daarover. 5 talen van de liefde bij volwassenen, bij kinderen, bij tieners. Doe daar onderzoek naar. Kijk, wat is de behoefte van mijn kind, van mijn partner. Want misschien hou ik van aanraking, maar mijn man houdt van dat ik goede diensten lever. Als ik heb afgewassen, ben ik de beste voor hem. Maar als hij me niet aanraakt, vind ik dat hij niet van me houdt. Weet je, dus het is geven en nemen. En hetzelfde geldt in de relatie met je kind. Maar het is nog steeds ouder kind. Jullie zijn geen matties. Nee. Toch?
als iets gebeurt, gaat de politie niet naar die mattie. Ze gaat zeggen, mevrouw, u heeft uw dochter, puntjes, puntjes. Dus hou daar wel rekening mee. Verder, wat geeft het kind verzorger dus aan als probleem? Belangrijk is, is het probleem ook een probleem voor het kind? Soms komt die ouder van, ja, mijn kind is slordig. Maar dat kind vindt het leuk om in een varkensstal te leven. Hij voelt zich thuis. En als je die ouder in de kamer ziet, is het een hele stal. Dus... ja, maar ik ben die moeder en ze moet mee bed voor me opmaken. Het gebeurt. Jullie zeggen, wij doen het. Weet je, als jij gaat naar je kind en dan ga je in jouw kamer, maak je die deur op slot, je maakt snel je bed op. En je zegt, zie je, mama's bed is altijd netjes. Zie je, vandaag alleen. Maar zo laat ze van heus zijn. Weet je, dus wanneer je met het kind gaat praten, is het probleem ook een probleem voor het kind. Anders kan je 1000 adviezen geven, het komt niet in. En het gaat niet gebeuren. Als je met het kind gaat praten, je geeft het psycho-educatie, kijk. Als je kamer netjes is, je kon je beertje niet vinden, nu vind je het wel. Hier zijn je auto's, hier zijn je vliegtuigjes, hier zit een papiertje erop. Als je klaar bent met spelen, gooi je daar, weet je, in die bakken en dan is alles netjes opgeruimd. Ja, werkelijk, een schone omgeving geeft ook een schoon en prettig gevoel. En van wie wil het hulp? Er zijn verschillende smaakjes hulpverleners. Misschien wil een kind niet dat een javaan met hem kan praten, maar een hunistaan, een man, een vrouw, een oma, een tante, u bent te jong, u ziet er te jong uit, dus ik ga geen advies van u nemen, want jonge mensen zijn dom. En u heeft grijze haren, dus u bent zeker wel slim. Het zijn dingen die ik heb meegemaakt, dat mensen komen op de poli en zeggen, maar mevrouw, weet je? Precies. En ben je wel naar school gegaan? Dus dat ze echt naar je kijken, maar ook, heb je kinderen? Ik ga bij niemand advies nemen over opvoeding die geen kinderen heeft. Het is anders dan om te praten dan wanneer je ervaring hebt met een 2-jarige en je denkt, heren, dat moet niet worden. Weet je, dus je moet de 10 geboden, gij zult niet doden, steeds herhalen, omdat je weet, het is zwaar. Weet je, je mag niet schelden, maar je denkt, ik zeg mijn zoon zo, je doet zo, als ik kom, je doet zo dom. Ja, maar ik ben niet dom, ik zeg, je doet dom. Dus, en mijn ogen gaan. Echt, en je denkt van, Gus, ik lijk echt mijn moeder, weet je. Dus, je zou nooit zo zijn, maar je bent mens, weet je. En je denkt, ja, je bent psycholoog, of je loopt enjoy, die kinderen rennen, je doet alsof je ze niet kent. Maar ja, het hoort erbij. En vaak hoor je mensen zeggen, ja, maar jij moet toch beter weten? Ja, je bent toch van de kerk? Dat mag toch niet? Je hebt seks voor het huwelijk. Oh, weet je, even serieus. Ja, je hebt het gedaan, oké, maar wat ga je in het vervolg doen? Je hebt een vriendje, weet je, ga trouwen. Gelijk, nee, rust. Praat het met de persoon, kijk de persoon. De do's en de, weet je, het is niet alleen seks, het is ook afwassen, afdrogen. Zo vieze kleren wassen. Het hoort erbij. Weet je, dat als het kind verliefd is, zeg, kijk hoe papa. Weet je, één dag, ik laat je één dag met je vader in huis. Weet je, praktisch. Praat met je kinderen. Ik wil roken, drinken. Hier is een fles alcohol. We zitten naast. Drink hoeveel je wil. Is het lekker? Nee. Drink. Je wilt drink. Oké. Je praat met elkaar. Dus het is niet, oké, drinken maakt me lekker voelen. Het is vies. Want mijn zoontje ziet avondmaal wijn. Dus ik zeg, oké, proef een beetje. Ik zeg, ja. Dus soms bepaalde jongeren luisteren gelijk en anderen willen echt proberen. Ze zijn een beetje als u in de spiegel kijkt. En dan denk je van, meer gunst, mijn moeder hield echt van me. Oké, als het probleem zich voor, als de persoon met een probleem komt, is het dreigend of niet? Indien ja, gelijk actie ondernemen, bijvoorbeeld als het gaat om strafbare feiten, mishandeling, misbruik, seksueel geweld, ook psychisch geweld. Moet je kijken, bij wie kan ik terecht? Bij de ouders, school, de politie, maatschappelijk werker, bij de dominee. Ga vooral kijken, wie is de dader? Het is nog niet vast. Want het is bijvoorbeeld bewezen dat soms verkeerde daders worden aangewezen. Dus ga geen politieagent spelen. Ga niet zeggen, luister, wie heeft je aangeraakt? Oh. Dus, of je gaat een hoer pakken. Nee. Nee, zuster, blijf in de rust. Weet je, adem even rustig, adem uit.
Ga eens kijken, wat kan ik doen als je dit niet weet. Bel de politie, zeg ik heb dit vernomen van iemand, mag ik wat advies? Of bel iemand waarvan je weet dat die een deskundige achtergrond heeft. Kan je me wat adviseren hierover? Ik zit met zo'n geval. Liever dat dan dat je snel gaat handelen. Pastorale zorg hoeft niet op te houden bij doorverwijzing. Bijvoorbeeld als het kind, ik noem maar op, moet naar de dokter. Je denkt dat het kind zit met een mentaal probleem, maar eigenlijk heeft het maagproblemen of zo. Verwijs door. Maar ga altijd weer informeren. Ben je naar de dokter geweest? Wat heeft de dokter gezegd? Heb je medicijnen gehad? Heb je medicijnen gedronken? Weet je, wees alert, wees even een tweede zus voor het kind, dat het kind weet van, hé, er wordt ook op mij gelet. Indien het geval niet dreigend is, ga verder naar de oorzaak en mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld als het gaat om stipt gedragsproblemen, wegens een van de gebreken van de drie R's. De drie R's zijn de basis van de opvoeding. De drie R's staan voor reinheid. Op tijd je handen wassen, elke dag baden, als je van het toilet komt, handjes wassen, etc. Rust, voor kinderen en volwassenen, dus die 8-9 uren moet je echt halen. En regelmaat. Regelmaat houdt in dat je een vast ochtend, middag en dagprogramma hebt. En zoals ik eerder zei, de meeste kinderen met waarvan wordt gezegd dat kind is alle dagen heel druk, ADHD of ADD. ADDD houdt in dat de concentratie, daarin zijn er problemen, maar het kind is niet hyperactief. Dus het kan wel rustig zitten, maar ik moet een som echt 10 keer uitleggen. Of je ziet echt dat het kind zich niet kan concentreren, is steeds afgeleid. En bij ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ik heb geoefend voor vandaag. Hyperactivity hoort echt in dat het kind niet rustig kan zitten. Maar dat is tot een bepaalde leeftijd. Nadat het kind wat ouder wordt, zie je dat dat ook afneemt. Daarom stellen we geen diagnose voor de leeftijd van 12 jaar. En wij als psychologen mogen geen diagnose stellen. We doen een suggestie voor. Het kind heeft mogelijk ADHD. Ik verwijs door naar de kinderpsychiater. Want die stelt het vast en geeft dan mogelijk medicatie. Dus zo werkt het in de praktijk. Dus ga eerst kijken wat is precies aan de hand. Is er dat het thuis onrustig is, bijvoorbeeld de ouders hebben 2-3 banen. Het kind moet dan bij oma slapen, bij tante, wordt onrustig. Want wie maakt huiswerk met me, wie brengt me naar school? Als ik niet weet wat ik kan verwachten, dan voel ik mij onveilig en ga ik daarop reageren. Jongens hebben externaliserend gedrag. Dat is meer vechten, slaan, schoppen, schelden. En bij meisjes meer internaliserend gedrag. Want je bent een meisje, je moet je gedragen. Je weet toch? Dus die zijn vaak heel rustig, snel emotioneel. Je praat met ze, hoe gaat het met je? Dus ze weten niet wat er is. Zij zelf hebben geen kijk op hun emotie. En je lacht, ik heb het echt een meisje van 16 nog 2 weken terug. En ik sprak gewoon met haar over op school en begon gewoon te huilen. En die moeder zegt, zie je, oh, precies zo is het thuis hoor. Dus zodat ze vraagt, hoe gaat het met je, gelijk huilen. Ik heb de moeder toen gevraagd, kunt u even buiten zitten? En toen vertelde ze vanaf de ouders een jaar terug ruzie hadden. Ze zijn nu gescheiden. Maar vanaf toen kan ze zich niet meer concentreren en ze heeft geen zicht op haar emotie. Dus haar kopingsmechanisme is vermijden. Als ik verdrietig ben, ga ik naar mijn muziek luisteren. Ik ga dansen of ik ga iets doen. Maar wanneer dat vriendje komt kloppen, dan niet, ja, ik heb verdriet. Dan niet, ja, ik heb pijn. Ik ben boos. Dan onderdrukken ze het net als die ballon. Maar elke keer komt het vriendje naar boven. Op een gegeven moment word ik moe van onderdrukken. Ik word ziek, ik kan me niet concentreren. En daar krijg je dus kinderen opeens zie je dat hun cijfers. Dus wees alert, dat kind is niet opeens een dag dom geworden. Het komt van ergens. Dus praat met het kind, praat met de ouder. Ik hoor van als de school ook ouders oproept en zegt van hey, uw zoon of uw dochter, ik merk verandering in gedrag. Maar dat ze het ook daar houden. Niet dat de juffrouw zegt, ja, lekipa, maar daarom had je zo. Weet je, dus vlak voor dat kind worden dingen gezegd. Dat kind hoort het, denkt van, weet je, en thuis wordt ook al gezegd, ja, je weet toch, precies wat je vader heeft me gelaten, dus je bent als je vader. En ik ken ook een mevrouw, ze is nu al 65, ze heeft een goede opleiding en ze wil weten wie haar vader is. En de moeder zegt, nee. Ik heb jou gemaakt waar je bent. Je vader gaat niet aan je geld.
Weet je, dus het wordt echt gezegd, je bent mijn eigendom. Die man heeft niets gedaan. Ik ben vader en moeder. Puntjes, puntjes. Maar je kan geen vader en moeder zijn. Vrouwen hebben andere vaardigheden, mannen andere vaardigheden. Daarom zie je dat jongens waar er een man ontbreekt in de opvoeding, dat ze vaak ook problemen hebben met discipline, vaak gedragsproblemen. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Daarom is het belangrijk voor de leeftijd van dus 7 tot 9, dat er sprake is van goede emotionele ontwikkeling bij het kind. Een goede open communicatie tussen ouders en kinderen, want ouders zijn meestal de primaire hechtingsfiguren. Hechting houdt in de primaire band, de eerste voorbeelden die ik kreeg, hoe ik met mensen moet omgaan, hoe volwassenen zijn. Als mijn vader mij op 3-jarige leeftijd in de steek heeft gelaten, wie is die meester om me te zeggen, je kan met mij vertrouwen? Jij gaat me ook in de steek laten. Ik geef je precies een week. Ik ken een meisje, heb ik nu, ze is 15, de vader heeft opeens aandacht voor haar en ze zegt, mevrouw, ik geef mijn vader een jaar proeftijd. Letterlijk, ik vertrouw hem niet. Ik heb hem ook gezegd, u krijgt een jaar van me. Hij heeft me gisteren, zoiets getimed, hè. En dan belt ze me, ja, hij heeft me deze week wel gebeld, vorige week niet. Hij heeft me een app gestuurd, dus ze checkt alles wat hij doet, wat hij niet doet. Want hij heeft mijn moeder gelaten, hij heeft mij gelaten. En hij moet niet denken dat hij me weer voor de gek gaat houden. Weet je, en het is iemand die in heel jong, heel veel seksuele relaties. En het is van, weet je, dus dat wordt ook meegenomen in de relaties. En ik kan het kind niet daarvoor kwalijk nemen. Het is een slachtoffer van zijn omgeving. En zo'n kind kan je alleen naar luisteren, ondersteunen en hopen dat met de kennis, de kunde en de adviezen, de liefde dat je geeft, dat ze uiteindelijk de juiste keuzes maken in het leven. Ja. Wat is je ervaring met betrekking tot depressie bij jongeren? Depressie bij jongeren is normaal. Depressie, omdat jongeren, je moet nagaan wanneer je in de puberteit komt vanaf 10 jaar. Je lichaam verandert, je hormonen veranderen, je krijgt harenplekken waar je nooit haar wilde. Je moet op iets gaan wachsen, doet pijn. Ik bedoel, ja, dit is niet leuk, weet je. En op tv zie je iedereen die grote bobby's en billen van, joh, blijf weg, weet je. Het is dingen waarmee je als meisje toch vooral zit. Want bij meisjes is het vaak mijn uiterlijk, ja, toch? En bij jongens is het vaak die pakkie. Dus als ik eerder geld kan maken, ga ik dat doen. Ik heb ook een vader die een heel groot bedrijf heeft. Hij heeft vroeg begonnen, gestopt met zijn school. En zijn zoon is een heel slimme jongen. En hij wil ook in de vakantie werken. En die vader zegt, nee, je gaat niet werken, want hij gaat ook stoppen met school. En die vader denkt dat hij die zoon helpt door te zeggen, je hebt het niet eer. Dus hij is helemaal gedemotiveerd en ik moest hem dan testen, zijn IQ, om die vader te bewijzen, kijk, hij heeft hersenen, ik kan het, weet je, maar het ligt aan u. En, maar hij voor mij dan, ik bel hem, man, hij moest komen op de poli, hij neemt niet op, et cetera. Maar het is van, ja, ik heb het gemaakt, ik zorg voor mijn kinderen. Als er wat is, moet u mee bellen, want die moeder, het is al mijn moeder, die vrouw. En dan, die moeder is het die man, weet je, is die vader, je ziet die manieren, weet je, dus... Ik hoor het zo vaak, ik word er moe van. Jij hebt het kind gemaakt, jij hebt die man gekozen. Hoe zei je dat? Jij bent die dom. Jij hebt die vrouw gekozen. Als je dat zegt. Precies. Zelfreflectie. Echt serieus. Soms wil ik lachen hoor, maar ik moet me echt doen. Eigenlijk is het ook een gebrek dat zij ook hebben geleerd. Ja, dus precies. Het is een cyclus. Die kent ook de vader niet en het gebeurt weer. En je moet nagaan, dat kind is 50% moeder, 50% vader. Als je zegt, mijn vader is dom, betekent dat? Als je zegt, je moeder lijkt op een, lijkt ik ook op een. Snap je? Terwijl, toen je bezig was, was ze mooi. Wees bewust wat je je kinderen zegt. Het reflecteert ook op hun identiteit. In de puberteit, zoals je zei, in de puberteit heb je vaak sprake van depressie, want daar heb je identiteitsontwikkeling. Wie ben ik? Dan is het niet meer mijn moeder zegt, ik ben mooi, als die, of het is mijn kind. Als die jongen zegt, je haar is mooi, meegunt zich met hem trouwen. Het is de liefde van mijn leven, weet je. Dus, en als hij me laat, meegunt zich, ga voor altijd een video naar zijn. Niemand houdt van me. Dus het is heel extreem, het is risicodenken. Omdat hun prefrontale cortex, dit gedeelte hierboven, nog niet volledig is ontwikkeld. Dus ze denken vaak vanuit hun amygdala, hun emotie of hun hersenstam, hun fight, flight of freeze. Als bijvoorbeeld de juffrouw zegt, je bent dom, fight.
is het meer vechten, maar of meer met woorden. Van ja, wie denkt u dat u bent? U reed een fiets en mijn vader reed een hummer. En, weet je, ik ben echt niet dom hoor, kijk naar je man. Dus zulke dingen zeggen jongeren, wordt dan gezegd. Of flight, lopen dan weg. Of freeze. Dus je praat met het kind, maar het leek alsof niets gaat. Freeze houdt ook in lachen. Je hebt soms jongeren die je dan uitlachen, omdat het moet eruit komen of ze beginnen spontaan te huilen. Het is een reactie, het is een basisstressreactie. En wat jij kan doen, is om zo'n jongeren te helpen, is zo'n jongeren eerst tot rust te blijven, te maken. Eerst ademen. We gaan straks de buikademhaling leren. Het is geen meditatie, het is geen yoga, het is dat ding dat we moeten doen wanneer die baby eruit moet komen. Toch? Dus je ademt rustig, 3 keer inademen, korter, uitademen, toch? Die stress erin, dan eruit en dan ga je praten. Want wanneer ik nog gestrest ben, als ik nog boos ben, bang of verdrietig, ga ik niet kunnen denken. Ik ga niet kunnen leren, die som komt maar niet in mijn hoofd. Juffrouw, ik begrijp het niet, toch? Die stress is zoveel, die emmer is vol. Je gaat eerst die emmer ledigen, je gaat het vullen met liefde. Connect before you correct. Is niet erg, Cynthia. Al begrijp je, al moet ik je 10 keer uitleggen, ik ben er voor je. Laten we een beetje gaan lopen, een beetje gaan rijden, wil je ijsje? Weet je, wil je met iemand praten? Wat heb je nodig om weer Cynthia te zijn? Ik sprak gisteren met een meisje van 18 en ze zegt, ik ben niet meer mezelf. Ik laat ze ook een pieker dagboek bijhouden van het kwartiertje. En ze zei gewoon, tot 12 oktober was ik mezelf. En toen was ze seksueel misbruikt. Ze zegt, ik herken deze persoon niet meer. Ik ben de hele dag verdrietig, ik voel me schuldig. Was ik niet gegaan, was dit niet gebeurd. Dus het is heel veel speelt. Ze zit nu in een examenklas, ze moet examen maken. En de eerste keer vorige week was ze echt verdrietig. Ze komt gisteren echt mooi gekleed, ze voelt zich ook beter. Weet je, dus als je even luistert, die 3 kwartier. Het is, in die tijd had je misschien een film gezien, maar je hebt geïnvesteerd in een mensenleven. En ik zei er ook, kijk wat je hebt meegemaakt. Je gaat zien, een dag ga jij ook met iemand praten. Want nu heb je, je hebt iemand met levenservaring. Je bent een deskundige daarin. En dat gaat niemand van je afnemen. En geen enkel papiertje geeft je dat. Je kan nog zo slim zijn, ik heb ook collega's psychologen. Maar ze zijn beter met cijfers. Ze snappen niet dat als ik je vandaag zeg, je hebt huiswerk, dat je het volgende, hoe vaak is huiswerk niet gemaakt? Toch? Maar de jongere heeft op dat moment geen huiswerk nodig, maar heeft nodig liefde. Aandacht, ik mag er zijn. Toch? Vaak hoor je van jongeren ook van, ja, ik ben dom, ik ben lelijk, niemand houdt van me. Schreef ik ze de waarheid versus de leugen. Dan kan je ook met bijbelteksten doen, wat zegt God over mij? Dat je dan gaat kijken, bijvoorbeeld, wie kent de tekst? Ik ben dom, welke bijbeltekst kan je gebruiken? Ik kan alles doen door hem die mij... Ja. Ik ben lelijk. Welke bijbeltekst? Naar Gods beeld. Precies. Niemand houdt van me. Want al zo lief heeft God zijn. Hij heeft zijn leven gegeven. Wat is een mensenleven voor mij? Ik die altijd hoor, je kan niets. Ik die altijd mijn eten thuis brandt. Ik die altijd, weet je, dus... je hoort het vaak, hè? Ja, dus het zijn dingen die ook in je opkomen. En zoals die zuster zei, wat doe je als je met die gedachten zit? En het is soms leuk om even slachtoffer te zijn en naar iemands oor te klagen. Maar dat is learned helplessness. Je kreeg aandacht, vooral ook mensen, patiënten. Opeens kregen ze bloemen. Opeens betaalt iemand stroom en water voor ze. En dan is het leuk om niet meer naar het werk te gaan, want... Precies, je hebt winst. Dus waarom zou ik het nog doen? Daarom bij revalidatie moet je ook echt kijken wat kan de persoon wel, wat kan de persoon niet. Onze testen zijn ook biasproof. Die vragen zijn pakkens om te kijken, is het werkelijk zo? Ik geef altijd 3-4 testen om de emotionele gesteldheid van de persoon te meten. En als 2 van de 3 zeggen, je bent ernstig depressief en die andere mild, dan weet ik dat er ergens iets niet klopt. Heeft iemand vragen hierover? Wat is de
is de leeftijd? Want ik hoor 15 en ik hoor 18. Wat, binnen welke leeftijd? Ik doe systeemtherapie. Is vanaf 2,5 tot de dood. Maar hoe reageren ouders op als je zegt dat een jongere is depressief? Waaraan merk je dat je jongere depressief is? Ja, dus laten zij me de symptomen geven en ik check het met de jongeren. En dan is het gewoon van ja, omdat mijn zoon of mijn dochter heeft die deur dichtgeslagen, dus ze zijn depressief. Snap je? Dus het is, je moet het even wegen en dan heeft u ooit ook bij uw moeder de deur geslagen. Ja, maar zij was echt lastig, ik ben niet zo lastig. Ik moet het even weer zetten. Ja, oké, ik hoop dat het nu wel gaat. Ja. We hebben dus verschillende casussen. Eerste is Marijke, ziet er heel bleek en slap uit. Je gaat met haar praten en ze vertelt je dat zij en haar broertje sinds gisteren niet hebben gegeten. En vanmorgen ook niet. Mama heeft haar salaris nog niet ontvangen, dus er is geen geld om eten te kopen. Hoe ga je het gesprek aan met Marijke? Wat doe je als eerst? Broodje geven, goed zo. Je hebt mensen die zeggen, Marijke, luister. We dienen een levende God, hè? Je hebt brood in je tas, maar je zegt nee, ik heb na een lange tijd in plaats van pindakaas eten, dus ik ga het niet delen. En dan ga je, precies. Dus wat je eerst doet, zoals in de Bijbel staat, als je ziet je broeder heeft het koud, geef ze een mantel. Weet je toch? Dus dat we dat als eerst doen. Levi is op een nieuwe school. Hij is heel verdrietig, want hij kent niemand en al zijn vrienden zijn allemaal op zijn oude school. Wat doet u? Nee, ik zeg gewoon aandacht geven. En hoe zou je dat doen? Nou, luisteren wat het met hem doet, wat het voor hem betekent. En als het nodig is, met de ouders praten. En kijk, ja, ik zou ook gaan onderzoeken wat is de meerwaarde, waarom hij... Op een nieuwe school. Ja, op een school zit. Ja. Oké, dat is ook goed. Ja, want verhuizing, scheiding, brand is rouw. En rouw is 2 jaar. Als het langer dan 2 jaar doet, als ik na 2 jaar nog steeds lijk alsof ik pas gisteren ben verhuisd, ik ben pas gisteren gescheiden, mijn huis is pas gisteren gebrand, dan is er sprake van persisterende rouw. Dan pas ga je naar de psycholoog. Ik heb een school gehad, een particuliere school bij de directrice, zegt die leerkracht is vorige week overleden, u moet nu komen, want die kinderen zijn getraumatiseerd. Hoe weet u dat? Ja, ze missen die vrouw. Ik zeg, mist u er ook? Ja. Bent u getraumatiseerd? Nee. Maar wat moet ik als ze zeggen? Wat zou u aan uw collega zeggen? Ja, als je verdrietig bent, kan je met me praten. U moet ze ook zeggen, als ze verdrietig zijn, kunnen ze met u praten. Nee, maar we zijn in een particuliere school en ik heb de ouders beloofd dat een psycholoog gaat komen. Dus u moet wel komen. Ik zeg, luister maar schatje, ik heb het druk. Ik kan geld op je maken, maar ik ga het niet doen. Toch? Geef het de tijd. En ze heeft me niet meer gebeld. Weet je, dus ik kan makkelijk zeggen, ik maak misbruik. Toch? Ik ga met ze praten. En ik ga een leuk programma in elkaar zetten met 3 sessies. Ik verdien €300, want die vrouw kan het betalen. Ik ga dat niet doen, want ja, ik kan het niet verantwoorden voor God. Na een aantal gesprekken vertelt Henk u dat zijn stiefvader hem seksueel heeft misbruikt. Hij heeft er geld in de plaats voor gekregen. De stiefvader woont in hetzelfde huis als Henk. Hij wil niet dat u iemand vertelt. Wie? Hoe zou u hierop reageren? Ik denk dat in deze, wat u eerder zei, natuurlijk het vertrouwen winnen van Henk. Maar ik denk dat ook in deze er een taak is voor hulpverlener, whoever dat is, om Henk bewust te maken op zijn niveau van het mogelijke gevaar. Dus als hij in die situatie blijft. En ik denk dat het allemaal begint bij het vertrouwen wat je weet te winnen bij het kind. Because if he trusts you, he also trusts your, what do you call it? Jouw onderscheiding, dat jij het niet slecht met hem bedoelt als je het doorvertelt.
Dus bijvoorbeeld stel nu je moet de politie inschakelen, andere instanties inschakelen. Dat hij weet van, hé, nee, Kerida meent het echt met me. Dus ze gaat niet de politie erbij halen om hem in meer problemen te zetten. Maar hij heeft geld gekregen. Dus hij wilde het ook. Hij is betaald geworden. Ja. Henk is 12. Ja. Ik zou vragen misschien... ik weet niet of ik dat zou mogen vragen, maar ik zou misschien vragen van wat vind jij er zelf van dat je geld hebt ontvangen? Hoe voel je je daarbij? Nou goed, want mijn moeder moet reis kopen, dus nu hebben we eten thuis. Is de realiteit. Ja. Ik denk dat er een spanningsveld hier is tussen de wet en het sociaal gedeelte. De wet is een strafbaar feit en strafbare feiten mogen we niet anders behandelen dan strafbare feiten. Dus in principe is het al aangifte waard om dan verder onderzocht te worden. Ten tweede, het sociale. Een kind is nog kind in zijn ontwikkeling. Dus ook al heeft dat kind het geld geaccepteerd, zou ik altijd nog vragen aan dat kind van, als hij je dan niets had gegeven, wat dan? Nou, niks aan de hand. Dat wil zeggen, ik moet je nu brengen in een veilige omgeving om herhaling te voorkomen. Je had het niet verteld als het jou niet deert. En omdat het je deert, vertel je. Dus, nu op mijn bord, wat wil je dat we samen doen? Oké, ja, correct. Dus als er een strafbaar feit is gepleegd, al zou de jongeren het geld willen, al zou het meisje zo verliefd zijn op die man en zegt het is mijn man, ik hou van hem. Als ze 12 is en hij is meerderjarig, dan is zijn taak haar te beschermen en geen misbruik te maken van haar. En ook niet van haar situatie, want blijkbaar weet vader dat hij geld nodig heeft en het is ook financieel geweld dan in huis. Dus wat u zei is goed. Je legt het kind uit wat het belang is. Ga niet achter iemands rug de politie bellen. Pas als de persoon bewust een strafbaar feit geheim houdt. Want ja, het is mijn man, hij is kostwinnaar, gaat u nu voor mij zorgen, is geen excuus. En dat je dan ook gaat helpen. Maar wat belangrijk is neem geen slachtoffers in huis van seksueel misbruik. Want ik ken een hulpverlener in Suriname, heeft een van de jongens die misbruikt is gepakt naakt boven haar dochtertjes babybed. Eén voor. Dus het is niet, het is slachtoffer-dader. Zo'n kind moet begeleid worden. Je hebt tehuizen waar het kind geplaatst kan worden. Als het tehuis geen begeleiding kan bieden, kijk als je via de kerk, de school of een organisatie dat kan regelen of de verzekering. Dat het kind op een of andere manier wel begeleiding krijgt, zodat die cyclus stopt. Want vaker was de dader die het heeft gedaan ook een slachtoffer. Ja, dus we geven ook weerbaarheidstrainingen aan jongeren op scholen en organisaties. Dat je begint met stop. Het moment dat een slachtoffer praat, stopt een dader. Omdat een dader vaak met mooie woorden of met dreigingen het slachtoffer de mond probeert te snoeren. Het vervelende van seksueel misbruik is het gebeurt in het geheim. Wanneer iemand de aanleiding heeft gemaakt, leeft iedereen mee. Iedereen begrijpt je. Niemand gaat je zeggen dat je als je in een rolstoel zit, sta op en wandel. Gaat niet gebeuren, toch? Maar als een kind is misbruikt, je ziet het niet van buiten. En dan is het ja, maar jij had ook niet zo netjes aan, hè, Lisa? En eigenlijk wilde je het ook. Of hij zegt, ik vond het lekker, natuurlijk. Je bent mens, je hebt... Hij weet waar hij je moet aanraken, toch? Maar niet omdat het lekker is het goed. Dat zeg ik ook vaak aan volwassenen die met buitenrelaties zijn en zo. Ik zeg, luister, dit zijn de consequenties. Ja, maar mijn vrouw geeft me geen seks, dit, dat, zo. Ik zeg, kan best. Praat met je vrouw erover. Ga naar counseling. Ja, ik wil niet. Dan stop ik daar. Want je wil niet. Ik ga geen ijzer met handen breken. Volwassenen, ijzer is koud. Toch? Dus het is moeilijk. En daarom zegt ook een spreekwoord, it's easier to reach a child than to repair an adult. Een adult is al langer dan zoveel jaar op aarde. Die boom is al scheef gegroeid. Wie ben jij om mij te zeggen, je bent maar een hulpverlener. Ik verdien 1000 maal meer dan je.
Je reed een Passo, die Passo daar is van mij. Ik reed een Lexus, weet je. Dus, en, dus als ik meer heb, weet ik meer. Toch? Of ik ben man, jij bent vrouw, wie ben jij om mij de les voor te lezen? Of je bent jonger dan me. Het is altijd een excuus. If you want to go, you go find one. Precies. Oké. Okay. Heeft iemand vragen hierover voordat we doorgaan? Ja. Ivo, microfoon kan mee. Ja, het is het. Ik ken een leerling die constant denkt, als ik het zo maar zeg, fight mode is. Fight. Fright. Angst. Freezes. Ja. En het moment dat zo'n burn crisis is echt constant in fright. Hoe ga je anders? Zo'n leerling. Belangrijk is dus wat u doet, u heeft goed geobserveerd. Ik had u gewezen, dus je kan dan zoiets met erin vullen, afhankelijk van de leeftijd. Maak een plaatje van je huis, een plaatje van je vrienden. Kijk waar de angst ligt. Kijk waar er vermijding plaatsvindt. Soms zie je plaatjes van familie en dan tekenen ze hun vader niet. Of iemand ontbreekt. Of zij ontbreken. Want ik ben een buitenkind van mijn moeder. Dus ik hoor niet bij het gezin. Net als David, toch? Zijn vader heeft hem niet eens geroepen. Want dat iemand je komt salven, je bent niet eens waardig dat er olie op je hoofd komt. Je bent maar een herdersjongen. Toch? Dus kijk even van waar dat komt. Het kan aangeboren zijn, het kan aangeleerd zijn. Ja, we gaan gewoon verder, want de tijd. Belangrijk is om overzicht te krijgen van het probleem en mogelijke oplossingen, dat je actief gaat luisteren. Nivea, zet altijd Nivea, niet invullen voor een ander. Toch? Als ik zeg van ik haat mijn moeder, betekent het niet haten, ik ga haar doodmaken. Dat die moeder zegt van luister school, alle mensen, want het kind gaat je doodmaken. Maar het is misschien, ik vind het niet leuk dat ze vandaag brood met pindakaas heeft gezet, want ze weet dat ik niet van pindakaas hou. Dus ik haat mijn moeder. Dus vertaal het naar het kind toe. Wat bedoel je met haten? SD, samenvatten, doorvragen. Als het gesprek is meestal heel lang, ga tussendoor even samenvatten. Dus wat je me zegt is eigenlijk dat je broertje is geboren en vanaf toen voel je dat mama niet van je houdt. Klopt dat? Verifieer je? Oké. Wat wil je dat we nu doen? Praatplaatjes, pictogrammen. Als het kind niet wil praten, wees een plaatje van school, wees een plaatje van thuis. Wat zegt dit plaatje je? Wat gebeurt er? Heb je dat ooit meegemaakt? Hoe voelt hij zich in het plaatje? Hoe voelt zij zich in het plaatje? Dus dat het kind zich kan reflecteren. Want soms is de emotie zo diep. Het trauma is zo ver weggestopt. Dat als je, en ik ken een jongen die moeder heeft zelfmoord gepleegd. En als je erover praat, is het nee, mijn moeder heeft dat niet gedaan. Maar zodra iemand op een stoel staat, is het nee, je gaat dood. Dus het is een subliminal message. Het is iets dat relateert aan de gebeurtenis. Maar ik kan het geen plaats geven, want ik heb het nog niet verwerkt. Ja, werkblad. Wat doen we net? Wie ben ik? En waarheid versus leugen. Het G-model heeft mijn collega al mooi uitgelegd. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Breng dat in kaart met de jongeren. Dat hebben we al gedaan, dus ik ga er even overheen. Belangrijk is dus dat je daarna een doel gaat bepalen. Als je nog niet eruit bent bij het eerste, tweede of derde gesprek, maak een tussentijds plan. We gaan volgende keer hierover praten. Heb je iets daarover je volgende keer ook over wil praten? Als je op iets komt, schrijf het op. Want bij gebrek aan overleg mislukken plannen. Ze slagen door ampel beraad. Overleg. Soms ben jij daar met je plan, je hebt je theorie, je hebt al gezien hoe dat kind is geslagen van de mulo en je denkt, heren, dankzij mij, u heeft me kracht gegeven. En dat kind is nog daar op de lagere school en begreep nog steeds niet hoeveel 1 plus 1 is. Dus je moet even teruggaan, kind bij de hand houden en zeggen, wat heb jij nodig? Toch? Echt, het is teamwork. Al is het een kind, respect moet er zijn. Kijk samen met het kind en de verzorger naar een mogelijke oplossing die hij of zij goed vindt. Kijk ook wat binnen de cultuur past. Hou rekening daarmee. Wat binnen mijn cultuur geoorloofd is en normaal, is binnen andere cultuur niet zo. Ik heb ook jongeren gehad waarbij het is van, ja, ik heb een vriend. Papa wil niet, papa zegt nee, ik ben liever blind. Toch? Ik zeg, oké, wanneer die baby eruit komt, zal die ook blind zijn.
Maar het is eenmaal zo, het is de keuze van de ouders. Ik heb niet de ouderlijke macht. Pas als er sprake is van dreiging of mishandeling in de opvoeding, mag ik een beroep doen aan de rechter om de ouderlijke macht tijdelijk uit handen te nemen. Dat is mijn plicht. Als hulpverlener, u ook. U heeft ook een meldingsplicht. U mag tegenwoordig anoniem melding doen. Dus als u bang bent van ja, ik ben op school en die vader is gewelddadig, ik ben bang dat hij me op school straks iets gaat aandoen, mag u ook anoniem een meldingsplicht doen. En hou vooral voor ogen, wat wil ik bereiken? Stap 6 is zelfstandigheid. Uw doel is geen zins het kind afhankelijk te maken van u. U dient slechts als krakatiki. U ziet dat kind groeit een beetje scheef, het gaat mis. Je helpt waar nodig, je bent tijdelijk even een zus voor het kind, een grote broer, een grote zus. En daarna trek je langzaam los als je merkt dat het plantje steviger wordt en begint te groeien. Je biedt handvaten aan hoe, hoe je mes kan geven, zonlicht en water, etc. En af en toe bel je even, vraag je hoe het gaat. Ik heb ouders die tot nu toe hun cijferlijsten van hun kinderen elk kwartaal sturen van hier, het gaat goed met die hoor. Of toen ik zelf in het dip was, had ik ouders die bloemetjes voor me brachten. Weet je, dus zelf vanuit mijn stageperiode appen ze me nog, bellen me nog, taggen me in dingen op Facebook. Dus het is heel leuk, die band blijft er. Je wordt dan op dat moment sluit je de relatie af als behandelaar. En word je dan gewoon collega of kennis van elkaar. Een heel mooie getuigenis is die van Donnie McClurken. Donnie McClurken was seksueel misbruikt door zijn oma als kind. Hij heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft ook een zoontje buiten een huwelijk verwekt. Maar desondanks staat hij nog. En hij zei, I believe that I was meant to be a whole man. Made for one woman and God brought it all about. I am delivered and I know God can deliver others too. Ja? Ja, dus hij was een tijdje ook gay aangetrokken tot andere mannen, want hij denkt, dat is zijn eerste seksuele ervaring, dus zo hoort het. Daarom wanneer mensen uit de kast komen, hou er rekening mee. Toch? Ga niet zeggen, ga weer in de kast, want God gaat je straffen, je gaat branden. Weet je, we hebben het allemaal, toch? Dus praat even met de persoon erover. Veel mensen die gay zijn, hebben ook vaak verschillende relaties. Ze hebben vaak niet één relatie. En het is opvallend. En dat je dan zo'n gesprek aangaat. Eindig vooral altijd met een open deur. We hebben afgerond. Is er sprake van totaal herstel? In bepaalde gevallen heb je nooit herstel. Maar je kan ermee leven. Dat litteken gaat blijven, maar het doet geen pijn meer. Komt er een nieuw probleem opdagen? Dan bespreek je dat ook. Bijvoorbeeld dat meisje dat heel erg gehecht aan haar moeder was. Nu wilde loslaten. Nieuw probleem was dat er sprake was van een dader die naast het huis woont. Dus het was van gaan we verhuizen, gaan we naar de politie en zo ga je door. Belangrijk is dat je eindigt met een open deur. Je bent altijd welkom. Als er wat is, ben ik er voor je. Ik heb cliënten die al 3 jaar in behandeling zijn, maar af en aan. Zodat, maar ook alarmcliënten hoor. Zodra er wat is en ik zeg ja, maar nu moeten we echt het probleem aanpakken. Ja, ik kom. Of echt alleen telefonisch, want als ik kom moet ze voor een consult betalen. Dus, en ik weet het, maar ik doe het echt voor het kind. En ik hoop gewoon, als ik die ouder, we komen dan naar de ouder toe en dan is het van nee, ik heb hoofdpijn, ik kom morgen en dan hoor je niets. Ja. Maar in ieder geval, God geeft kracht naar kruis. Ja. Ja. Wat wil je uiteindelijk bereiken? Met je gesprekken, het kind krijgt zicht en inzicht in zijn omstandigheden. Je biedt een vertrouwensrelatie aan en je brengt het kind opnieuw soms in contact met God. Want als iemand, als God, hoe kon God hebben toegestaan dat mijn moeder is overleden? Dat mijn vader me jarenlang heeft misbruikt en God was er. God is er toch altijd? Ik riep naar God. Nothing happened. Snap je? En dan is het hard om te zeggen, hij is je vader hoor. Hij raadt je die bijbelteksten, leugen en waarheid. Je liegt, zuster. Ik was daar, het is gebeurd. Wat zeg je dan? Toch, het is heel moeilijk en het is de Heilige Geest die dan moet overnemen. En je blijft in gebed. Je zegt, weet je schatje, ik begrijp het zelf niet. Ik weet het niet, maar ik ben er voor je. Ja. Okay. Ja,
Je vermindert gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid en verdriet. Emoties gaan er altijd zijn, maar je leert het te controleren. Bijvoorbeeld met de dagboeken, met jezelf in de spiegel praten. Als je merkt dat je voor de spiegel gaat staan en je kan niet zeggen ik hou van mezelf, dan weet je dat er wat knaagt en dan kan je eraan werken. Je veerkracht verhogen. In de psychologie heb je PTSS, posttraumatische stressstoornis. Maar ik heb PTSG, posttraumatische groei. Je kan uit je situatie, ik was ook gediagnosticeerd met, is een lastig woord, hè? Met PTSS. En ik ben eruit gegroeid, ik heb eruit geleerd. En met die kennis, kracht en kunde en vertrouwen in God kan je nu anderen helpen. Toch? Dus het is iets dat je tot de kracht maakt. En dat je anderen kan zeggen, hé, je kan nooit zeggen ik voel wat je voelt. Want dat is niet zo, elke situatie is anders. Ik kan me voorstellen dat je zo voelt. Het is te begrijpen. De psychiater zei aan mij, is logisch wat is gebeurd. Iedereen zou zo reageren. Toch? Dus ja, en dan denk je van ja, ben ik daar, zit ik daar echt op die stoel bij de psychiater. Yo, biggies, zijn niet gescoren vrouw en zo. Maar hallo, het is me overkomen. Ik heb er niet om gevraagd. Maar ik leer ermee omgaan. En dat kan je anderen ook meegeven. Ik ken die medicatie. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe je het niet moet gebruiken door die ervaring. Toch? Soms denk je, God, why me? Maar God doet alles medewerken ten goede. Nog steeds. Precies. Precies, ik zie dat jullie naar de kerk gaan. Goed. Ja. Het kennen van het woord. Amen. Amen. Oké. En streef naar een veilige en liefdevolle omgeving voor het kind. Zeg niet aan het kind, ik hou van je, God zegen naar de zondagsschool. En je stuurt het naar huis. En dat kind moet de hele week aanhoren. Je bent niets waard. En dan ben jij weer een uurtje met het kind. Je bent waardevol hoor. En God houdt echt van je. Maar je weet, het is dweilen met de kraan open. En oh jippie, je ziet dat kind maar een uur. Dus werk vooral aan die omgeving, ga met de ouders praten. Leg ze ook de consequenties uit van hun daden. Want het is lastig als ouder, als je moet erkennen dat het gedrag van je kind mede jouw verantwoordelijkheid is. Want dat betekent dat ik eraan moet gaan werken. En ik heb al 3 banen, mijn man doet al als een derde kind. En dan is het moeilijk om nog, weet je, te investeren, die liefde en aandacht te geven. Maar help die ouder ook. Kijk waar je de ouder tegemoet kan komen. Maak een schema voor de ouder. Veel ouders zijn ook nu echt in een burn-out. Investeer eerst in jezelf. Ik zeg de ouder ook, doe wat doe je aan jezelf? Ga je ook sporten? Maak lekker eten? Doe iets geks. Als die kinderen slapen, zet je muziek, ga dansen. Doe iets. Doe iets om die stress eruit te halen en die liefde weer te vullen. Weet je, die man, die vrouw, die ga je altijd teleurstellen. Het is standaard, het zijn mensen. En het is oneerlijk om van een mens te verwachten om jouw gebrek aan liefde aan te vullen. Jij gaat het ook niet kunnen. Dus belangrijk is dat je leert eerst van jezelf te houden. Leer alleen te zijn, happy te zijn. En dan kan je dat overdragen. Want je kind ziet hoe je ziet wat je doet. En dan ga je zeggen, meisje, je bent zo desperate. Die jongen, die vriend van je leek op een camerawindje. Toch, maar die camera wint je hooi van me. Weet je, dus het is wat je zaait. Simpel. Wij kunnen niet overal zijn, toch, zuster Rachel? We proberen. Maar het lukt niet altijd. Dus daarvoor is moeder, weet je, moeder Milton en hij gaat met moeder Steve mee. Hij heeft concessies, de broeder. Goed aankijken, toch? Zeggen van, hey, we hebben mensen die graag willen helpen. En geloof me, niets is gratis. Niet omdat we van de kerk zijn, kan ik bij EBS staan en zeggen, zuster, ik heb gisteren gratis een training voor zorg. Kunt u alsjeblieft mijn rekening betalen? Het gaat niet gebeuren. Dus precies, dus daarom moeten we ook christen zijn bij woord en bij daad. Paulus was tentenmaker. Ga niet bij de SBG, zuster, ik wil een gratis bijbel, dan ga je weef betalen. Nee. Toch, zuster, daar? U heeft gehoord voor uw gaven. Er is iets te geven, toch? U heeft gedronken, u sweet niet, u zit lekker in de omgeving. Laten we wat ook doen, ons deel. Het is makkelijk om met de vinger te wijzen en uiteindelijk niets te doen. U kent uw lijnen, u weet, we zijn in Suriname, hoe je draait of verkeerd, we zijn allemaal familie. Dat je ook gaat kijken binnen de kerk, de gemeenschap, waar je ook lid van bent. Hé, ik heb een training gevolgd.
ik heb het een model gehad, kopieer het, ja. Geef het aan de mensen mee. Ik heb iemand die trainingen verzorgd, als zij weet het niet, is het iemand anders. Er zijn verschillende smaakjes, psychologen, je hoeft niet naar ons te gaan, kan bij een collega zijn. Maar als je de nood ziet, draai je gezicht niet om. We gaan het ooit, ons gedrag, nog eens moeten verantwoorden voor God. En wat je wil horen is wel gedaan. Ja. Yes. Okay. Yes. Dit zijn onze contactgegevens. Als er vragen zijn nog, of iets is onduidelijk, of ja, u wilt wat meer informatie, u gaat sowieso van ons, als u uw e-mailadres heeft geregistreerd, gaat u een samenvatting krijgen van de slides. U krijgt ook een certificaat voor deelname van ons. Dus dat krijgt u sowieso, maar als dingen nog onduidelijk zijn, of u zit met de vraag, en je zegt van, hey, ik struggle echt niet meer, het knaagt aan mijn geweten, dan kan je ons altijd vragen en als we het niet kunnen, verwijzen we je graag door. En nogmaals, doe het niet zelf. We zijn, it takes two people to make a child, it takes a village to raise a child. Maak gebruik van je connecties, maak gebruik van de mensen om je heen. Er zijn veel mensen hier van gemeente Rainville. Ik weet dat de mensen daar ook worden getraind in counseling. Als je ziet van, hey, er is een koppel in de kerk of ouders zijn in ruzie met elkaar. Kom, maak die connectie voor ze. Weet je, wees gewoon een medium. Desnoods, als je ziet, het is jammer dat er zoveel scheidingen zijn, terwijl die verholpen konden worden als je je mond had opengemaakt. Dus ja, zijn er nog vragen voor mij of voor Rachel of voor het SBG? En ook een applaus voor het SBG voor het initiatief. Het Surinaams Bijbelgenootschap.